jongens leren natuurlijk technische opleiding. Dus lassen of andere technische vaardigheden die ze aanleren. Maar daarnaast is gemerkt van, hey, wil je echt fijn functioneren in een bedrijf, dan is het ook leuk om op persoonlijke ontwikkeling een extra stap te maken. En ook om wat meer te bewegen. Op het moment dat je je fit voelt, dan ben je ook fitter in het bedrijf. En dan heb je daar een fittere medewerker, werknemer. Ja, daar heb je als bedrijf ook profijt van. En we merken dat jonge mensen dat soms best wel lastig vinden om dat zelf voor elkaar te krijgen. Dus daar willen we ze handvatten voor aanreiken. En daar gaat de Triple T Academy onder andere over. Om ze dat op mentaal en op fysiek vlak te leren. En die twee hebben natuurlijk met elkaar te maken. Stel, je bent supergoed in het lassen en voor bepaalde opdrachten. Maar je hebt zoiets van, ja, als anderen zo om me heen meekijken, dan heb ik het liever niet. Dan ga ik dus minder presteren en dan haal ik er niet uit wat erin zit. Dus mijn vaardigheden, mijn technische vaardigheden of andere dingen die je in de techniek opdoet, die komen daar goed uit op het moment dat ik mentaal ook lekker in mijn vel zit. En weet wie ik zelf ben, wat ik zelf kan. En ook weet, wat kan ik niet zo goed, maar daar kan ik wel aan leren. Als je daar beter bewust in bent, ja, dan kun je die stapjes makkelijker maken en komen je andere kwaliteiten meer naar voren. We wilden individuele doelen hebben, maar ook een groepsdoel om met elkaar naartoe te werken. Ook om dat samen nog meer te versterken. En daar hebben zij die mutrace in gekozen. En dit is iets waarbij je elkaar ook nodig hebt om die hindernissen te volbrengen. En dat samenstukje dat erin zit en dat ze het heel erg zelf gekozen hebben. Ja, dat vind ik heel tof. Dat geeft ook al aan dat ze met een groep in staat zijn om echt zelf doelen te stellen en daar naartoe te werken. Dit was een cadeautje wat ik gekregen heb, want op een gegeven moment kwam de vraag en hier komen allerlei passies van mij bij elkaar. Ik werk in ander werk ook met jonge mensen, dus ik vind het heel leuk om met jongeren te werken. Ik heb niet voor niks de opleiding sportpsychologie gekozen, omdat ik sport gewoon heel erg leuk vind. Ik sport zelf graag. Ik coach en train al heel lang voetballetjes van 12, 13 jaar, doe ik al 16, 17 jaar. En persoonlijke ontwikkeling, ik heb een psychologieopleiding gedaan, dus dat vind ik ook boeiend. Dus die drie terreinen komen hier allemaal samen. Ja, dat maakt het gewoon heel gaaf om te doen.